Ook in het laatste weekend van de expo Holy Cow in de kapel van Kuttekoven, Borgloon, hebben vandalen vernielingen aangebracht. De koe, die Tom Herk in de kapel kruisigde, werd vrijdagnacht op de grond gegooid. Een glasraam is gebroken en in de kerk zijn er eerder nog hakenkruisen aangebracht. Zinloze vernielingen noemt de kunstenaar het zelf, die alles op tijd kon herstellen. Tom Herk is blij dat de expo altijd is kunnen blijven doorgaan, tot vandaag, de laatste dag van de tentoonstelling. Foto's van Holy Cow op de grond, het kunstwerk van Tom Herk is besmeurd met graffiti. Ook op de muren van de kerk staan Latijnse spreuken. Elders staan zelfs hakenkruizen. En dit is van vrijdagnacht. Opnieuw ligt de koe op de grond. Nu is er een vloeistof overgegoten. Zwavelzuur volgens de kunstenaar. Het is een lichte vorm van ja, terrorisme, is een groot woord. Maar het leunt er wel stil bij aan. Vergeten blijkbaar dat christenen ook blijkbaar fanatiek uit hoe kunnen komen. Hoewel je mensen ook niet christenen wil noemen, maar gewoon bij de fanatiekelingen. Iedere keer kon Tom Herk de schade wel herstellen. Zo lag de expo geen moment stil. Tot en met vandaag, de laatste dag van de tentoonstelling, die voor heel wat controverse zorgde. En onder meer daardoor ook heel wat bezoekers naar hier haalden. 1800 mensen. J'ai entendu parler de l'œuvre par la RTBF. Et donc j'ai vu l'œuvre par la télévision, je voulais voir par moi-même. Als kunstmensen moeten bewegen, dan is dit een sterk kunstwerk. En als verdraagzaamheid het kenmerk van de katholieke kerk moet zijn, ja, dan heeft dit toch wel een heel dubbele betekenis gekregen. Het gemeentebestuur is blij dat de expo gedaan is. Ze hopen dat de daders van de vernielingen gevat worden, maar zelf hebben ze ook lessen getrokken uit de controverse. Privé ga je ook niet zomaar een pand ter beschikking stellen als je niet weet wat erin gaat gebeuren. Dus ik denk dat het minimum is dat we op de hoogte worden gebracht van welke inhoud van de mogelijke tentoonstelling of initiatieven die hier in deze prachtige kerk kunnen doorgaan. Nu, ik weet dat we welke controverse kunnen veroorzaken, maar dat is niet de intentie op zich. Die van, oh, nu ga ik even lekker chockeren, voor de mensen te chockeren. Elk project wat ik doe, kan misschien controversieel zijn, maar dat is onderbouwd en dat is wel zeer belangrijk. Volgende week wil de deken van Borgloon een baak houden in de kapel, om die opnieuw te zuiveren en de rust te laten terugkeren. En de koe, die krijgt nog een nieuwe toekomst. Wel, ik heb verschillende plannen, weet je werk. We gaan het ook een beetje geheim houden. Geen zin dat er weer een beeldenstorm gaat gebeuren. Dus ja, zullen we wel zien als het concreet wordt.